Hoi, ik ben Dylan Kompier. Ik werk bij Stadscafé Artisanten. En ik ga jullie vandaag even laten zien hoe jullie een heerlijke panzanelle kunnen maken. Qua ingrediënten heb ik hier rucola liggen, aardbeien, wat tomaatjes, mozzarella en een leuke mix van olijven. Ik heb hier zelf ook nog wat bloempjes geplukt uit de tuin om het allemaal een beetje mooi op te fleuren. En de basilicum. Ik heb hier wat oud brood. De panzanella is eigenlijk een oude broodsalade. Een Italiaanse salade. En ik snij het oude brood snij ik in blokjes. Om het zo even te roosteren in de oven. En dan deden ze vaak bij zo'n panzanella deden ze dan een mooie mozzarella. En die heb ik ook bij me. Ik heb ook nog een shallotje. En dat shallotje dat snijden wij in ringetjes. Om zo een mooie textuur te krijgen. Ik ga jullie gelijk een snijtechniek leren. Dat heet sicileren. Een van mijn favoriete snijtechnieken. Je houdt je mes goed tegen je vingers aan. En dan snij je als het ware zo hele mooie fijne plakjes. En zo kan je best wel snel. Dan maken we nu even het brood aan met een klein beetje olijfolie. Nou, dan zetten we nu de croutons, als het ware, het oude brood, zetten we in de oven. Dat moet dan ongeveer een kwartiertje in de oven, zodat het mooi krokant is. En hoe warm? Op 200 graden. Dan pakken we even wat rucola en doen we dat in de schaal. Dit is trouwens een perfecte salade voor een mooie zomerse dag. Makkelijk en snel. Daar gaan de shallotjes bij. En dan kunnen we nu beginnen met de aardbeien snijden. Ik heb hier gekozen voor lekkere Hollandse aardbeidjes. Mooi in het seizoen. Helemaal lekker als ze straks ook alweer van het land zijn. Deze aardbeidjes snijden we in plakjes. Zodat je straks een echt van die kleine smaakbommetjes hebt. Dan heb ik hier wat tomaatjes van verschillende kleuren. Die snij je een beetje in dat, op wat speelse vormen. Zodat het... ja, mooi kleurt in de salade. Dan hebben we hier wat olijfjes. Die snijden we ook mooi in plakjes. Ik heb gekozen voor een mix van olijfjes. Wat donkere en wat groene. Donkere, dat zijn Kalamata olijven. Ik heb gekozen voor een goede extra virgine olijfolie. Gemaakt van de eerste persing. Die is dan perfect te gebruiken in salades. Ik ben er zelf van, als ik olijfolie koop voor in de salades, dan kan je beter gewoon even een wat duurdere fles kopen. Want daar zit zoveel meer smaak in, dan dat je gewoon van het huismerk als het ware koopt. En daarom heb ik gekozen voor de Bio Carapelli olijfolie. En we hebben ook dan een mooie aceto balsamico. Alleen ik heb gekozen voor een mooie witte aceto balsamico, zodat je... zodat er veel meer frissere tonen in de salade aan toe worden gevoegd. Pakken we nu de basilicum. Hoe ik mijn basilicumplantje altijd het mooist hou, is door om de wat grotere blaadjes te plukken en de topjes. En dan kan je heel goed daaronder zien dat daar weer een heel mooi nieuw topje als het ware aankomt. En zoals u ziet, ziet u hier dan die hele mooie fijne topjes. Die dan weer heel mooie blaadjes gaan produceren. En zo zorg je dat die basilicumplant mooi blijft. Dus, en geef hem vooral ook veel water. Dat vindt hij gewoon fijn. Nou ja, en dan kan je soms een maand met je basilicumplantje doen. Voor de dressing houden we een verhouding aan van 1 deel azijn op 2 delen olie. Ik begin met de olie. En deze verhouding dat is eigenlijk een beetje een hele klassieke... klassiek Franse methode van een vinaigrette maken. Pakken we nu de witte wijn, aceto balsamico. En daar doen we ongeveer 1,5. Dus dan in. Dan heb je 3 lepels olie en 1,5 lepel azijn. Dan pakken we even wat zout. Die voegen we gewoon even naar smaak toe. En dan wat zwarte peper. Dan klop je hem eigenlijk een beetje soort van op. Totdat het een mooie homogene massa is. Zoals je ziet,
krijg je dan toch een soort van binding en wordt de vinaigrette een beetje dikker. Dan pakken we nu het brood eruit. Het heeft nu een kwartiertje in de oven gezeten. En zoals je kan horen is het lekker krokant. En dan is het nu alweer tijd om de salade in elkaar te zetten. Dan hebben we hier dus de gehele salade, daar doen we de vinaigrette over. En dan zorg je dat je met gewassen handen de salade gaat husselen als het ware. Oké, dan pakken we nu de croutons. Die doen we bij de salade. En die mengen we dan even goed onder. En dan gaan we de salade opmaken. Zorg dat een mooi bekje met sla onderop zit. En dan de rest van de ingrediënten er mooi bovenop. Er komt als laatste een mozzarella erbij. Ik heb gekozen voor een mooie buffelmozzarella. Die leggen we prominent in het midden. Dan heb ik nog voor de finishing touch heb ik nog wat blaadjes en bloemetjes geplukt vanuit mijn moestuin. Ik heb wat postelijn, een beetje oregano en wat viooltjes geplukt. En appelblossom. En appelblossom komt van de begonia plant. En dat smaakt een beetje fris zuur en zoals de naam ook al zegt, een beetje appelig. Dit is dan mijn versie van de panzanella.